vanaf het eerste moment dat iedereen aankwam. De spanning die er was, de blijdschap. De teleurstelling ook toen de hoofdtrainer zei dat er toch één nare mededeling was. Namelijk dat de Ajax-selectie toch helemaal fit was en dat ze niet mee mochten spelen. Ja, dat is echt, weet je, dan daar smelt je. Dat ze mee mochten in de catacomben, echt in de kleedkamers van de Ajax-spelers om zich daar om te wisselen. Hoe ze werden getraind. Om als een held op het veld te staan, om ook vooral de hand omhoog te halen en te zwaaien naar het publiek. Ja, het is een eer gewoon. Ik vond het heel leuk. Mijn team is ook Ajax en zo. We hebben eerst trainingen gedaan, dat je partijtjes moest doen en op doel schieten en afronden op doel. En dat ging gewoon heel goed. Dus. Voor ons is er een heleboel bekendheid gekomen door zeg maar het stemmen op het filmpje. Wij kregen daar een heleboel reacties op van mensen die wisten dat wij geen team hadden bij KDO. En uiteindelijk heeft dat opgeleverd dat we dus een aantal kinderen erbij gekregen hebben uit omliggende dorpen die graag willen voetballen. Het effect is dat we merkten dat aan de deuren mensen bekend met Fonds Gehandicapten Sport zijn. Dat mensen herinneren dat ze op tv iets hebben gezien. Al is het shirt in de wedstrijd, wat natuurlijk fantastisch was dat Egon dat aan ons heeft afgestaan. Maar ook de mensen aan de deur die zeiden, we hebben een shirt gezien in de handen van Johan Derksen. Wat overigens heel bijzonder was dat ze dat deden, want het is maar één keer eerder gebeurd in al die tijd. Dus de herkenning en de bekendheid van het fonds heeft daar absoluut profijt van gehad. Ik heb die dag gewoon echt de beste dag van mijn leven ervaren. Hebben jullie nog wat opgestoken van de kliniek bij Ajax? Ja, meer overpasen en we zijn door de kliniek ook veel sterker geworden.